Goedemorgen meester, het is vandaag je taak om een intercity van Eelten naar Albrecht. Albrecht? Ja, volgens... Ik hoop dat ik goed zeg. Te rijden. Je rijdt met 2 maal een 3-brak ICM. De treidingsleider meldt dat er voor je een vertraagde sprinter rijdt. Je zult hierdoor de vertraging. Kijk, je zult hierdoor vertraging oplopen. Open de deuren en maak je trein klaar voor vertrek. Vertrektijd is 10:03. Nou goed. Pauze eraf. Ik had in ieder geval eerst die stofzuiger even uitzetten. Zo, wat een rust. Laten we de deurtjes in ieder geval hier open doen. Frontseintjes aan. ATB aan. Instrumentverlichtingen erbij. En we gaan eens even bekijken hier in Eelten. Oh, dat ging niet helemaal goed. Zo. Die moet ik hebben. Zo, die gaat beter. Zo. Eelten. Draaistationnetje. Ik moest me een beetje denken aan... Een klein beetje aan Maastricht. Met die kopspoortjes hier zo. Zeer mooi, zeer mooi. Ook leuke overkappingen trouwens. Ik geloof en heb vernomen dat deze overkappingen van Vlissingen zijn. Zeer fraai. Komt er nog binnen. Oh, wacht. Ja, 6400 komt er ook bij. Heel mooi. Even kijken, laten we eens even de voorkant van het station gaan kijken. Ziet er ook zeer fraai uit, moet ik zeggen. Lekker sfeertje hier ook. Vraag me alleen af welk stationsgebouw dit elke zegt is. Wel heel erg vet uit. Zo. Heel mooi. Het station is hier natuurlijk. En natuurlijk de bussen van Arriva, Airnet, de mooie overkappingjes zo te zien van Utrecht, zeer fraai. Moet hier ondertussen nog een SLT binnenrijden. Zo. Goed, wij mogen in ieder geval vertrekken. Richting naar voren toe. Die uit, een beetje naar achter. En wij mogen vertrekken. Je zou het in het volgende station wel eventjes laten zien, clip meneer. Laten we eerst maar eens vertrekken naar ons volgende station. En dat zal zijn Brughem. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. We rijden dus als Intercity. Onderweg nog langs diverse stationnetjes. Oh, rustig aan. Even 40 aan nou hier. Zo. Huis aan de kant. Yep, inderdaad. Het enige wat ik me eventjes een beetje afvraag waarom ik altijd een lekspijk krijg. Had ik eerder niet namelijk. Eens even kijken om misschien wat dingen af te sluiten. Dat dit dus even afsluiten, misschien dat dat helpt. Ja, dat lijkt het te doen. Goed, wij mogen ondertussen naar 80. En daarmee gaan we Eelten verlaten.
Zoals gezegd, we rijden natuurlijk nog achter een sprinter aan. Hier en daar kunnen we mogelijk wat rode seintjes tegenkomen. Zo, even 80 gaan houden. Volgens mij is dit gebaseerd op, niet vergis. In ieder geval gebaseerd op de driehoek Maastricht-Heerle. Was die andere ook weer Roermond, geloof ik, of zo? Nee, niet Roermond, maar Geleen, volgens mij. Of Sittard bedoel ik, sorry, Sittard. Als het goed is, is Bert er zelf, dacht ik, ook de maker van de route. Dus mocht er nog vragen zijn of mocht er nog wat uitleg zijn, dan zien we dat vanzelf natuurlijk. Dus we rijden hier langs de diverse bouwmarkten, zoals de Praxis. En de Holmberg. En natuurlijk de IKEA. Aan de linkerkant hebben we nog een goederengedeelte. Waar je nog lekker kan rangeren met wat goederenmateriaal. In de tussentijd komen wij hier door langs Eelten Noord. Nice, nice. Ja, wel leuk. Dus daar komt hier nog een koploper langs. Ah, de manege, ook leuk. In de van de beursgebouw, mooi mooi. We mogen hier van de 130, let's go. Jazeker, we krijgen heuvels. Dus dan zetten wij hem eventjes vollopen hier. Richting 130. En ik heb ze ondertussen al gezien, jullie ook. De heuveltjes. En ook dat ik te snel rijd. Zo. Lekker mooi. Welkom in het heuvelland. Het is wel iets wat ik toch wel heel erg mis in heel veel routes. Doe ik realistisch zo natuurlijk lastig, want ja, dan moet het er sowieso liggen. Maar algemeen ook in effectieve routes. Het is natuurlijk ook een stuk van Nederland wat eigenlijk naar mijn idee in trends behoorlijk vergeten wordt. Dus ik vind het heel erg leuk te zien dat ik hier met de hard rijd. En dat er dan ook gewoon eens een route is die wat heuvelachtig is. Nee, ik heb er geen soundmod op staan, Danny. Ja, dat is waar, gekke idee. Dat is waar. Komt er een dubbele SLT langs. Dan komen wij in de tussentijd door het station van Rutselveld of zo. Geen idee hoe ik me daar spreken. Oh. Oh jee, we hebben geel. Ja, hoor. Heb je ook nog een mooi stukje waar je een beetje kan rangeren met je goederen? We hebben trouwens een oude versie van ICM bij. En een gereviseerde. Oftewel een ICM en een ICMM. Ziet er dit toch fraai uit, dat landschap hier, jongens. Dus je kijkt ook in die verte naar dat kerktorentje daar in het, bovenop. Mooi. Zekers. Ah, valt er mee, Clip. Je moet alleen een beetje de handling in krijgen. Zo. Oh, ja, dankjewel. Dankjewel. Nog eventjes 40 gaan houden hier natuurlijk. Ik weet nog steeds fysiek nog niet wat van zijn naris.
Daar is wat we weten, is in ieder geval dat we geel hadden. Dus we moeten nog steeds even bij 40 houden. We hebben nog steeds geel voor ons, dus nog steeds even 40. In de tussentijd kunnen we wel lekker mooi genieten natuurlijk van dit fantastisch mooie... Ah, groen. Ook weer 130. Uitzicht hier, hoor. Zeer vrij. Zoals ik al eerder zei, het sfeertje zit er goed in. Even wat screenshotje erbij. Zo. Wat voor wilde dieren. Ah, ik weet niet of het dieren zijn, hè. Zo. Oh, weer die muis. Snelheid hou ik hem nog heel even in. Misschien dat we natuurlijk daar ook weer geel krijgen. Als we nou groen krijgen, kan ik in ieder geval weer volledig naar de 100 zien. Dus komt hier nog een... Ik heb er een voorbij gereden. Oh, één klein tipje dat ik wel heb, Bert, als je zit te kijken nog. Deze combinatie is een beetje apart, laat ik het zo zeggen. Die moet er eentje zijn zonder die dwarsbalk. En probeer een beetje de hangers om te gebruiken. Dat je echt een beetje een zigzag krijgt. Klein tipje. Jo. Zo. En een draadje. Paar kleine tipjes die ik nog even mee wil geven. Ondertussen gaan wij eventjes afremmen naar 40. Want we hadden natuurlijk geel. Had wel meerdere puntjes trouwens op de route. Waar nog met de bovenlijn nog eventjes na te kijken. Ja. Ik heb een middenplekje namelijk al de raadjes die een beetje miste. Dus. Van die kleine schoonheidsfoutjes witte. Kan altijd gebeuren natuurlijk. Maar de sfeer, als sfeer zit gewoon lekker in. Absoluut. Ja. Zo. We hebben natuurlijk rood. Dus laten we even doorremmen. Hoppakee. Nou, over zijn, hoef je mij niks te vragen. Als je mee wilt weten over zijn trouwens, qua afstanden, qua inregelingen en dergelijke, kan je best even vragen, advies vragen aan Marka of aan Dutch. We zijn eigenlijk wat dat betreft sign experts in Train Sim. Dus sowieso. Als je daar nog wel wat over wilt weten, hoe bepaalde dingen werken, neem even contact met hun op, die weet toch heel veel van. Dat wij even de 40 gaan houden, gezien het geel is. En na de B gaat geel. Zo. Zo. Ja, toch wel, hè, Christian. Dat gevoel had ik ook. En dat is wel precies wat ik ook mee wil zeggen. Van, ik mis dat een beetje. Hoe vet is het gewoon inderdaad hier gewoon met een lekker van Nederlands materiaal door een beetje zo'n heuvel aan te rijden. Ja, dat wist ik toch wel, ja. Meerdere zijn er al mee bezig geweest. Denver Trucker is de real versie daarmee aan het bouwen. Ik weet dat er meerdere mensen mee bezig zijn geweest. Ik weet niet alleen of ik zijn naam mag noemen, maar hij zit in ieder geval te kijken. maar in ieder geval, er zijn meerdere mensen mee bezig geweest, ja. Ja, dat denk ik ook wel, Jeroen. Absoluut. Oh, ja, dankjewel, Rio. Zo. Wachten tot we het volgende sign kunnen zien, natuurlijk. Dat is iets wat ik trouwens wel vaker in het algemeen bij scenario's zie, is dat mensen scenario's hebben gemaakt en dan niet eens zo realistisch gebaseerd, maar gewoon fictief en zo. En dan rijden ze meestal zonder ATB om te weten hoe ze mee werken. Want in feite, nu geeft de ATB al 130 aan, in feite, om een voorbeeld te geven. Maar eigenlijk mogen we dus nog niet aan 130, want we weten nog steeds niet wat het sign hiervoor geeft. Stel het sign hiervoor geeft geel, of rood nog,
Niet dat het rood kan zijn, want dan zal het ATB sowieso denk ik niet dat geven. Maar je moet altijd pas optrekken als je, ja, in ieder geval groen sign hebt. Dus nu zien we groen. Dus nu mogen we in feite gewoon weer optrekken. Naar 130. Stel die was geel geweest, dan had ik nog steeds gewoon 40 kunnen blijven rijden. Dan had je niet weer opnieuw moeten over de afremmen, want het volgende sign daarna is nog altijd dan rood. Dan kan het in de tussentijd weer veranderen. En je moet altijd rekening houden dat je nog kan gaan stoppen. Kan gaan. Dat je moet kunnen stoppen. En heel vaak zie ik dan wel in fictieve scenario's dat er niet altijd echt rekening mee wordt gehouden. En daardoor zijn sommige scenario's soms ook niet, ja, niet haalbaar wil ik niet zeggen, maar natuurlijk, je kan het altijd rijden, gewoon ATB uitzetten, gaan met die banaan, tuurlijk. Maar dat is soms wel het lastige erin, want jij ene rijdt natuurlijk met ATB wel aan en zo realistisch mode natuurlijk. Veel anderen vinden het gewoon lekker leuk om gewoon chill, lekker relaxed te rijden, rondom te kijken. Dus dat is soms een beetje het verschil erin. Zelf zit ik een beetje tussenin, ik probeer het wel zo realistisch mogelijk te doen. Maar als het niet is, dan is het ook goed. Het moet wel leuk blijven, natuurlijk. Wij gaan dus naar 40 toe. En ik vind het grappig dat we nu ook gewoon op een leuke manier binnen kunnen komen. Toch op tijd nog deze keer zelfs. Dat vind ik helemaal mooi. Klopt, Jeroen, er is inderdaad wel door Denver Truck inderdaad wel in aanbouw geweest en meerdere mensen hebben dat ooit gedaan. Zelf ben ik ook toen ik nog met Zuidwest Nederland bezig was, Zuidoost bezig was. Toen heb ik ook al stukjes al richting Limburg gebouwd. Maar goed, niet allemaal wat dan nooit verder van de grond gekomen is. Zo, 40. Hartstikke idee. Gaan wij hier naar links toe. Laat ze erin. Klopt inderdaad, Stefan. ATB is een hulpmiddel. Best beveiligingsmiddel. Nou ja, daarom had ik het ook eventjes bij de post op Discord gezet. Hierom van, om in ieder geval niet geen verwarring te voorkomen. Ik snap wel dat er daar verwarring door kwam, maar ja. Dat heb ik er zeker even bij gezegd. Zo. Nou, weet je wat is, mensen en katten? Ik snap dat er soms gekozen wordt om geen verkanting te gebruiken. Als mensen er nog niet helemaal in thuis zijn, kan je natuurlijk niet verwachten omdat er dat mensen dat in gaan zetten. Want het is een stuk. Het is een behoorlijk stuk lastiger als je dan niet in thuis bent. En dat kan behoorlijk veel frustratie opleveren de eerste keer. Dus. Sterker nog, mijn eerste route die ik had, was ook geen verkanting. De route die ik nou in België aan het bouwen ben, is de eerste die echt verkanting heeft. En ik heb nog zo'n moeite mee. Dus komt hier nog een GTW'tje van Arriva binnen. Ah, Veolia bedoel ik eigenlijk trouwens. We gaan hier nog eens even kijken hier bij het station. Beter gezegd, het busstation van Arriva. De busjes van Arriva natuurlijk. 2D map, die kunnen we wel even laten zien, ja. We zijn hier in het zuiden begonnen. In Eelten. We zijn deze lijn gevolgd. We zijn hier nou in Brugge. En dan hier in het noorden hebben we Aalbrecht. En we hebben hier nog een enkelsporig lijntje. Die lijn zullen wij volgende week gaan bezien. Maar vandaag rijden we de buitenlijn in ieder geval. Zeer vrij. Zo. Wij gaan ondertussen weer verder. Richting naar voren toe. Remmetje eraf. En gaan. Dit wou ik jullie toch ook wel eventjes nog laten zien. Hele fraaie markt. Mooi kerkje erbij. Zo.
Mooi, mooi. Wij gaan ondertussen naar 40. Raadje. Wat spannendje erbij. Zo. Nou, als je vraagt waarom rijden we dan hier links? Nou, dat is een hele goede reden. Check it out. Ja, we gaan hier naar links toe. Oh, echt Stefan. Nice. Oh, weer een extra reden om die dan af te maken, ja. Left, 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 left. Oh nee, we gaan niet naar huis. Inderdaad, Jeppe. Goed, klein beetje trekjes er alvast bij. Niet te veel, dat is al te veel weer. Hatsikadee, op naar 100. Volgende station zal zijn Aalbrecht. Zo, let's go. Nee, maar goed, zoals ik al zei. We zijn blikkend openmaken. Het sfeertje zit er lekker in. En dat vind ik wel heel erg mooi te zien. Al die heuvels en zo. Ja, nou, wat ik al zei, dat is toch echt iets wat ik miste. Want er is natuurlijk meer dan alleen het vlakke Nederland natuurlijk. Veel mensen zeggen wel eens bij Limburg is het einde van Nederland. Nou ja, dat is toch niet helemaal zo, het wordt er ook gewoon bij hoor. Nou, ik mogen toch ook een beetje trots zijn op dit gedeelte hier, weet je. Nog wel wat heuveltjes en dergelijke hebben. Ja, de rest van Nederland heeft dat nog niet, dus het is toch best vet om te zien dat dit er is dan, weet je. Knip meneer, je bent goed bezig. Het zal vast een leuk fotootje tussen zitten. Zo. We mogen ondertussen naar 120. Uiteraard. Johan drijft me ook een keer vol. Ja, zeker, zeker. Een beetje uit laten rollen. Lennon, goedenavond. Je hebt een sub gekregen. Ik dacht te vermenen van Christian. Eens even kijken in de lijst. Wij weten je rem ondertussen. Even kijken of ik terug kan winnen. Ja, van Christian inderdaad. We zien ook zelfs de eerste gift sub van de avond was dat zelfs. Ja. Een van de... Nou, waren het er maar zoveel clip. Kan jij zo hebben? Hoppa. Coca-Cola. Bij de Lidl. Lekker sfeertje hier. Mooi, mooi, mooi. Kijk, hier hangen wel de goede hangertjes. Nice. Mooi, mooi. De eerste rij. Dat is best lekker af en toe op zo'n tijd, Jeroen. Lekker warm melk of zo. Warme choco. Oh. 90 erop, 90, 90. Ik weet altijd dat de ATB hier van 90 natuurlijk niet omgaat. Oh, wat komt daar aan vliegen? It's the Kalem. Hoi. Ja, het is ondertussen wel een beruchte Kalem-trein geworden voor mij. Hè? Want we hebben het een paar jaar geleden maar via. Dat was trouwens niet meer verjaardag, volgens mij op een andere willekeurig stream. Er kwam in één keer ook zo'n Kalem voorbij gereden. Oh, kijk.
Kaploper. Dus. Leg Frans trein. Maar goed, in de tussentijd mogen wij weer naar 130. En is de snelweg er ondertussen weer bijgekomen. Ik heb vernomen dat het wel de bedoeling gaat zijn, John. Nog geen firm gezien. Ik zeg niks. Rectofan, ook fijn, even leuk dat je er bent. Goedenavond. Hoe is het ermee? Deze wakker zeggen met schone katsen. Be patient. Mooi, goed te horen. Hier ook. We zijn lekker aan het genieten van dit mooie uitzicht op deze route. Even wat tractie erbij geven. We moeten natuurlijk, we mogen hier 130. Dus we komen weer door een fraai stationnetje heen. En dit is... De namen moet je maar eventjes verontschuldig blijven, want dat ben ik nog niet zo goed in. Enige kleine tip die ik je misschien nog zou willen meegeven, Bert, is kijk of je misschien nog hier en daar wat meer aankleding op de perrons kan doen. Hier en daar hè, wat meer bankjes misschien en dergelijke. Wat, Friesland heeft ook van die ronde zittingjes, zeg maar, die je gewoon rond in het midden kan plaatsen eventueel. Dat meer, net iets meer opvult, zeg maar. Enige kleine wat ik een beetje opvalt op dit soort stationnetjes. De rest ziet er gewoon wel heel erg fraai uit, dus... van die paddenstoelenstoelen, ja. Ja. Friesland heeft die toen gemaakt, ja. Best wel leuke objecten tussen hier en zo. Ja, zo'n kiosje of zo, weet je. Ja, precies. Ja. Oh jee. We hebben geel. Wel even flink even doorremmen. Rutger ondertussen al 1938. Gek idee. 527. Waar is die storen voor transporters? Ook vrij plek hier. Torentje gezien. Hier komen nog twee extra lijntjes erbij. Wie had het over een veren? Daar is ie. Meneer de Firm. Zo. Beste wisseltje. Geloof ik 80 dit sportje wat verrechts kwam als ik niet vergis. Goed had bekeken. Maar dan kan ik naast zitten, hè? We mogen even 40 aan blijven houden. Mijn volgens is ondertussen wel al uit geel gekomen. Of uit geel, uit rood gekomen. Ah ja, 80, ja. Ja. Zo. Oeh, zou ik daar nou een fan staan? Nice. Wel. We
Dus door nog eventjes een dingetje natuurlijk. Mochten er nog mensen zijn die nog niet bij ons op de Discord zitten natuurlijk. Ik weet het ook nog niet even te joinen natuurlijk. Ik weet natuurlijk heel veel dingetjes natuurlijk rondom de streams. Andere dingen rondom Train Sim natuurlijk, heel veel. Maar ook heel veel andere games en toebehoren wat. Alles wat maar met rijden te maken heeft, die kan het er eigenlijk wel vinden. En natuurlijk een hoop met gezelligheid. Mocht je nog niet gejoined zijn, altijd gezellig. Zo. Het scheel zo te zien, dus heel eventjes inhouden hier. Ik zie wel iets moois. Gele M. Morgen hebben we een aantal farming, ja. De rest van de week moeten we nog even kijken. In verband met de feestdagen en zo. Oh. Oh, dat sowieso. Zeker als er ook nog eens zo'n mooie M voorbij komt. Wat grappig dat ik mijn oude werkgever op deze route al meerdere keren voorbij zien komen. Ja, dat is helaas niet meer zo. Mijn nieuwe werkgever ziet er toch wat mooier uit. Oh, leuk detail trouwens. Oplichten. Nice. Zo. Serieus. En niet alleen in Limburg hoor. Hier in Brabant ook. Klussen wat af je. Ik heb de Albertijn nog niet gespot, eerlijk gezegd. Ja. Maar god, u weet, misschien komen we die ook nog wel tegen. Ik laat die daar stoppen. Trouwens. Wat? Achter mij? Ja, dat was de HEMA. Ach ja, sorry. Inderdaad, en dan ook. Dan denk ik altijd even een opstartterrein. Daar komen we dadelijk nog even op terug. Bij de zeggen, waar is Mr. DDZ? Maar zo zie je maar weer, hè? Ik kan hennig voor dat rode sein stoppen, dat is geen enkel probleem, hè? Goed. Dus moeten we nog even wachten tot, denk ik, de firm gepasseerd is. Gok ik maar zo. In ieder geval... de toerit naar... ik zal hem daar een rondetje even laten zien nog een keer, ja. Timeboy, goeie avond, ook welkom. Hoe is het ermee, joh? There we go. Let's go. Even maximaal 40 aanhouden. Ah, is wel prima zo. Rond nog een beetje uit. Doen we die muis nog maar eens een keertje weg. Zo. Ah, trainingscentrum van de NS aan de rechterkant. Mooi, mooi, mooi. Dus gaan wij hier naar links toe. En dan komen wij aan in het station van Albrecht. En die zou eens ook even rondkijken. Volgens mij is dat rangeerd. Oh, dat is ook nog tijdens gevonden. Ik maak wel even pauze. We zien natuurlijk de brondkapjes van Chris. Ze zijn zesdelig lang, dus laten we even kijken naar het bordje van 6. Hier van
4, 6. Gaat hij omhoog stoppen. Zo. 8 en 10. Nou, prima. Laten we hier maar even de deurtjes open doen. Ga ik hem meteen even pauze zetten. En als eerste hier natuurlijk even een screenshotje proberen te maken. Kachin. Nou, eens even kijken hier, hoor. Iets gebouw van... Geloof ik best. En we zitten er toch leuk uit, jongens, dit. Wat leuk. Rasje erbij. Josje. Alleen heeft niet welk stationsgebouw dit is, hoor. Is dit niet ook van best? Wel. Wel heel origineel. Een stationnetje erbij. Heeft veel weg van Sittard. Oké. Ah, ik weet niet super veel van Sittard af, dus ik kan daar helaas niet veel over zeggen. Het ziet er lekker sfeervol uit in ieder geval ook zo. Ook met die lampen erbij. Iets wat sowieso niet veel gebruikt wordt nog in routes. Echt goede verlichting. Begint natuurlijk niet in in de winter natuurlijk, maar ook in de avonden en ochtenden. Gaat het zoveel mooie, fraaie beelden geven natuurlijk, hè. Zeer mooi. Laat eventjes nog de 9 mappen bijpakken. Op verzoek van Jeroen. We zijn dus hier in het zuiden begonnen. In Ilten. We zijn deze lijn hier doorgereden naar Brughem. Daarna zijn we hier links afgeslagen. We zijn weer verder naar het noorden gereden. En we zijn nu hier aangekomen in Aalbricht. Volgende week zullen we dit stukje nog eens afrijden. Precies het. Ja, welke richting, dat weet ik nog niet precies. Maar zullen we dat doen. Zo. Dus laat ik eventjes de tijd weer doorlopen. En even hier de ATB natuurlijk aanzetten. Zo. Zo. Kunnen we hier eventjes een screenshot erbij. Zo. Okay. We moeten hier wachten tot 36, dus we waren een beetje aan de vroege kant. Zo. Het politiebureau naast de Mediamarkt. Mocht er iets bij de Mediamarkt gebeuren, zijn nu de politie lekker snel te plekken. Plaatsen. Lekker uitzichtje zo. Lekker. Zo. Ja. Mooi, mooi. Best wel een aardig stukje. Je kan wel lekker rijden. Ja, zeker. Zeker. Ik geloof. We hebben er nu 40 minuutjes ongeveer over gedaan. En kilometers weet ik even niet uit mijn hoofd. We hebben gemiddeld ongeveer 100 gereden, dus ik denk 40 kilometer of zo. Ish. Ik zou niet echt opgelet hoeveel we hebben gereden toen we het snelheid testen. Maar ik denk rond die koers dat het wel, wel is ja. Ja. Ruim 30, ja dat geloof ik al, ja. Ja. Nou, zoals ik eerder zei, ik vond het in ieder geval de sfeer in ieder geval lekker. Wissel van cabine en rij de treinstellen naar opstel spoortje 3. Nou, dat hebben we zojuist in ieder geval gedaan. Had in ieder geval de remrafaal richting naar voren toe zetten. Geen idee. Zo. We hebben het 40 gaan houden. Voilà.
Goed, vrij ondertussen 36. Beetje scherp bochtje, maar doable. Gaan wij hier het opstelterrein op. Nou. Gaan we lekker deze SLT'tjes, koploper en een DDZ joinen. Voor oplettende kijkers zitten we op dit moment in de ICM. En we reden hier naartoe in de ICMM. Wel leuk zo'n beetje een afwisseling. Zijn we ook op tijd? Jazeker. Zo. Ah, het zieke die. En met dat zijn wij aangekomen op onze eindbestemming. Albrecht opstelterrein, spoortje 3. Goed gedaan, nu tijd voor koffie. Cola. Ik hoop dat jullie de preview leuk vonden. Mocht je natuurlijk op YouTube hebben gekeken, natuurlijk in de beschrijving staat natuurlijk alle informatie natuurlijk van de, waar je de route kan volgen op Dutch Sims en dergelijke. Ja, ik hoop dat je het leuk vond natuurlijk. En dan komt dat zeker allemaal weer in orde. Heel mooi. Ook sowieso natuurlijk de mensen hier in Twitch natuurlijk. Ik hoop dat je het ook allemaal wel gezellig en leuk vond natuurlijk. En ja. Ik moet zeggen, ik vond het een lekker sfeervol ritje. Zo door de heuveltjes, een beetje door het Limburgse landschap en zo. Dat is ook een beetje de eerste route die dat heeft. Weet je, echt dat zuidelijkere gevoel erin. Wat ik al zei, iets wat je toch in heel veel fictieve routes eigenlijk nog niet echt hebt. Want heel veel zijn natuurlijk gewoon ja, vlak zoals er eigenlijk de rest van Nederland is. Nou, ik zeg dat dat stukje eigenlijk wel een beetje vergeten wordt. We mogen eigenlijk ook wel een beetje op trots zijn dat we wat heuvels hebben en niet alleen maar vlak hebben. Dus ik vind het een heel mooi voorbeeld om te zien van, dit hoort er ook bij en het kan heel erg leuk zijn. Nou, ik hoop dat jullie het nog wel eens leuk vinden. Volgende week maandag doen we een ander ritje, doen we het op het andere trajectje. En dan komt dat zeker, wat gezegd, een berg van een route. Ja, nou ja, een heuvel van de route, heuvelland, ja. Mooi, mooi. De naam doet er in ieder geval eer aan. Dus komt helemaal goed. Mocht je nog tips willen hebben natuurlijk, zeker rondom de sign-in en dergelijke, Bert. Wat ik al zei, neem dan eventjes contact op met Dutch en met Marka. Die weten er heel veel van. Als je dan nog iets wilt weten. En natuurlijk, mocht je Discord hebben, join natuurlijk ook gezellig onze Discord natuurlijk. We hebben zelfs een routebouw topicje daar. Waar je ook al je vragen natuurlijk snel in kan stellen. En dergelijke, dus dat geldt sowieso voor iedereen die nog niet gejoind is, hè. Kun je natuurlijk niet lekker komen joinen.